U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Luchthart. Het tekstgedeelte wat vandaag centraal staat is slechts één vers. Handelingen 1, vers 9. En ik lees u dat vers voor. Handelingen 1, vers 9. Daar staat, en nadat hij, dat is Jezus, nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Jezus is nog één keer samen met zijn discipelen. Hij is met hen op de Olijfberg vlak bij Jeruzalem. Daar neemt hij afscheid van zijn discipelen en belooft hij hen nogmaals dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. De kracht van de Heilige Geest die over hen zal komen en die hen ook tot zijn getuigen zal maken. Na deze laatste woorden wordt Jezus voor de ogen van zijn discipelen door onzichtbare handen opgetild om in de hemel opgenomen te worden. Het is iets onbeschrijfelijks wat de discipelen zien. Hier zijn geen menselijke woorden voor, hier gebeurt iets goddelijks. Toch moest het doorgegeven worden, en daarom lezen we erover in onze Bijbel. Jezus is na zijn opstanding niet alsnog na verloop van tijd in het luchtledige verdwenen, nee, hij is naar de hemel gegaan. God heeft hem weer in de hemelse heerlijkheid opgenomen, de plek waar hij thuis hoort. De discipelen hebben daar iets van mogen zien. Ze hebben er een indruk van gekregen. Zodat de kerk hier op aarde niet zal wanhopen, maar zal weten dat waar haar Heere is en daar ook troost en verwachting uit zal putten. Hoe moeten we het ons voorstellen dat wat er op de Olijfberg is gebeurd? Ik zei het al, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Geen menselijke woorden in ieder geval. Maar in de tekst wordt wel een woord gebruikt dat ons helpen kan. We lezen in onze vertaling het woord opgenomen, opgenomen worden. Je zou het ook zo kunnen vertalen dat er staat hij werd opgeheven. Of nog directer, misschien nog wel mooier, hij werd opgetild. Ja, zo mag je het zien. Hij werd opgetild. Opgetild uit deze wereld vol zonde en gebrokenheid. Opgetild uit deze wereld waarin hij zelf uit eigen beweging was afgedaald. Hij, die thuis hoorde in de hemel, hij had zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Hij had zichzelf vernederd, hij had zichzelf diep verlaagd om in de gestalte van een mens in deze wereld te komen wonen. Om als mens ook echt alle consequenties van het mens zijn in deze wereld te dragen. Inclusief het delen in de vloek, het zuchten, onder het oordeel van God. Maar nu hij dat oordeel in haar diepste diepte gedragen heeft door er ook zelf aan te sterven. Nu is hij door God weer opgewekt uit de dood. Niet om als mens opnieuw in deze wereld te leven, maar om terug te keren in het hemelse vaderhuis, de plek waar hij thuis hoort. Zijn zaligmakende werk hier op aarde is volbracht en daarom wordt hij nu ook door de hemelse machten weer opgetild en verhoogd. De hemelvaart van de Heer Jezus is daarom opnieuw een bevestiging dat zijn werk echt af is, dat God het goed vindt zo, dat er niets meer bij hoeft. Hij wordt zegevierend weer thuisgehaald. En dat mag voor zijn kerk hier op aarde een bemoediging zijn. Ook al moet zij haar Heere en Heiland hier op aarde missen. Ze mag hem niet voor zichzelf houden. Ze mag hem weer teruggeven aan de hemelse Vader. Hij hoeft geen mens meer te zijn. Want alles is volbracht. En nu mag zij hem weer weten in de hemelse heerlijkheid. En mag zij hem ook als koning in goddelijke majesteit aanbidden. Dat. Maar dat mag haar als kerk tegelijk ook heel veel hoop geven. Want dat haar Heere en Heiland uit deze aardse gebroken werkelijkheid is opgetild,
bevestigt nog maar weer eens dat er ook echt een andere werkelijkheid is. Een hogere werkelijkheid dan de wereld die we voor ogen zien. Er is blijkbaar echt een hemel. Een hemel waar onze Heere nu is. Hij is er al. Maar als het hoofd daar nu is, dan zal ook eens het lichaam volgen. Dat heeft hij toch ook zelf gezegd. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Zoals onze Heere werd opgetild uit deze aardse, deze zondige en gebroken werkelijkheid, zo zal dat ook eens met ons gebeuren als we ons werkelijk aan Hem hebben toevertrouwd. Nee, geen hemelvaart op de manier zoals Jezus werd opgenomen. Maar wel een hemelvaart in die zin dat ook wij als zijn kinderen eens thuis zullen komen in het hemelse vaderhuis. Op de dag dat ons leven hier op aarde zal eindigen, dat onze zielen dan zullen leven bij Hem, in zijn heerlijkheid. Nu is er nog die wolk die het directe zicht op onze Heere in de hemelse heerlijkheid verhindert. Maar straks zullen we Hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Hij zit het op zijn troon aan de rechterhand van de hemelse Vader. En wij, als zijn kinderen, vol aanbidding, knielend aan zijn voeten. Kun je daar ook zo naar verlangen? Om daar op zijn tijd ook echt bij te mogen zijn, getuige te mogen zijn, erin te mogen delen. Laat hem dan nu ook echt zoeken. Luisteren naar zijn stem en leven uit zijn volbrachte werk. Want wie zoekt, zal vinden. Wie klopt, zal opengedaan worden. Wie bidt, zal gegeven worden. Ja, wie het gelooft, die heeft het. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heere, zo komen wij ook op deze dag voor uw heilig aangezicht. Om hier op aarde al uw naam te aanbidden. Om u te loven en te prijzen, u groot te maken, om u te erkennen in uw heerlijkheid en hoogheid. Heere, we danken u voor wie u bent en wat u ons geeft in uw woord. Heere Jezus, we danken u dat we u mogen weten bij de hemelse Vader. En we danken u ook voor het geschenk van de Heilige Geest die onze ogen daarvoor opent, ons hart daarvoor openstelt, die geloof werkt en versterkt. Wij danken u voor uw woord waarin u tot ons spreekt. En wilt u ons dan ook maar zo leiden dat we ons erin gesterkt mogen weten dat u, Heere Jezus, werd opgetild uit deze aardse werkelijkheid om in de hemelse heerlijkheid uw plek weer in te nemen. Laat ons dat tot troost en tot bemoediging zijn. Als ook wij hier nog zuchten onder alle gebrokenheid, onder onze zonden en ons tekort. Heere, dat we ons bemoedigd mogen weten door het feit dat u het werk wat wij moesten doen volbracht heeft. Dat u de straf gedragen heeft, de toorn van uw hemelse Vader verzoend. En dat we geloven mogen. Ja, dat zoals u er al bent, dat ook wij eens bij u zullen mogen komen. Zij u werkelijk lief hebben gehad. En wilt u dan ook zo die liefde en dat geloof maar werken in ons hart. We danken u voor wie u bent, voor wat u geeft in uw woord. We danken u voor deze dag. Wilt u ons zegenen op de dag van vandaag in de dingen die ons bezighouden, de omstandigheden waarin we ons bevinden. Heren, dat kan zo verschillend zijn. U weet er van af en we dragen elkaar aan u op. Hoort u ons gebed, Heere, om Jezus wil. Amen.